Yes, yes, dames en heren, super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe update video. Allereerst druk natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. We gaan weer voor die 3000 likes. Hopelijk kunnen we dat hitten. Abonneer natuurlijk eventjes op ons kanaal om niks meer te missen over Fortnite. En als je zou willen, kun je natuurlijk al supporten in de item shop met de support A-creator code te veel gevraagd. Wie onze code ook gebruikt is Senna Kracht. Ik heb jullie zak gebruikt en ik heb opeens 1 miljoen V-bucks gekregen. Dus doe het ook. Ik hoop dat ik in de ochtendvideo kom. Hey Senna Kracht, 1 miljoen V-bucks, holy damn. Dat is inderdaad zo, vergeten te vertellen. Wanneer je onze support A-creator code te veel gevraagd gebruikt, dan krijg je 1 miljoen V-bucks bij je account opgeschreven. Dat is echt niet normaal. Oké, dat is niet waar. Maar in ieder geval, Senna heeft het op een of andere manier wel gekregen. En Senna, je krijgt er 1000 bovenop, want je hebt namelijk 1000 V-bucks gewonnen. Gefeliciteerd. Ik weet niet of het nog uitmaakt, maar in ieder geval, dikke shout-out naar jou, Senna. Goed jongens, laten we snel doorgaan naar het eerste topic, want ik heb best wel groot nieuws. En het grote nieuwtje is namelijk dat er vandaag een update is, namelijk de V9.4 update, de lang verwachte update na al die weken. Holy damn, eindelijk krijgen we weer een grote update vandaag, want Fortnite heeft het volgende getweet. Die V9.4 update is closing in. Downtime begins vandaag om 10 uur in de ochtend. Dus om 10 uur dan gaan de servers plat. Dan kun je geen potje meer joinen, dan kan niemand meer inloggen, dan gaan ze bezig met de update. Ongeveer een half uurtje of 3 kwartier later, dan kunnen we de update verwachten. Ik denk dat die best wel groot gaat zijn, dus voor de mensen met langzaam internet, ja, dat is een beetje kut, want dit wordt waarschijnlijk een best wel grote update met heel erg veel dingen waar ik het zo meteen nog eventjes over ga hebben. En ik gok dat we rond, ja, tussen 11 en 12 uur kunnen spelen. De ene keer is de downtime inclusief de update ongeveer 1 uur. De andere keer 2 uur. De andere keer 3 uur. Soms is hij ook al 4 uur. En voor iOS gebruikers soms nog wel veel, veel langer. Maar goed, wat kunnen we deze grote update verwachten? Nou, we weten natuurlijk dat er een event aan gaat komen. En daar moeten natuurlijk files voor in de game zitten. En die files die worden sowieso toegevoegd. Alleen die zullen hoogstwaarschijnlijk encrypted zijn. Dus dat betekent dat we die niet kunnen inzien. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Dus we kunnen eigenlijk, ja, moeilijk weten wat er gaat gebeuren. Natuurlijk, er zal een of andere glitch zijn waardoor we het wel weer weten. Maar daar hou ik jullie allemaal wel up-to-date over. In ieder geval, het gaat lastiger worden qua leaken. Daar ben ik heilig van overtuigd. Daarnaast kunnen we natuurlijk skins verwachten. Die worden weer deels encrypted toegevoegd en deels ook niet. Dus deels weten we ook. Dat is natuurlijk altijd nice om te zien. Daarnaast misschien wel overtime challenges. Want we krijgen geen week challenges meer. Dat is natuurlijk nu voorbij. Maar een 2 weken overtime challenges, dat lijkt me aan de ene kant niet heel erg verkeerd als we dat gaan doen. Dan hebben we tenminste weer wat te doen. Inclusief gratis items. Zou leuk zijn, Fortnite. En wat kunnen we nog weer verwachten? Natuurlijk map changes. Dat is eigenlijk altijd al bij zo'n grote update. En ja, voor de rest, ik ben sowieso dingen vergeten. Maar in ieder geval, oh, natuurlijk, de nieuwe shotgun. De nieuwe shotgun, de tactical shotgun legendary in epic variant, die komt er natuurlijk ook in. En er worden natuurlijk ook wapens gevold. Er worden bugs gefixt. Er wordt zeker weten nog wel meer toegevoegd. En één ding is Fortnite eigenlijk een beetje vergeten. En daar wil ik het over gaan hebben in het volgende topic. Namelijk, Fortnite is een groot ding vergeten qua update. In season 8 hebben ze namelijk beloofd dat ze door season 9 heen de audio gaan updaten. Want de audio is niet al te best. Want je kunt lastig horen of iemand boven je zit, beneden zit, links, rechts. Het is allemaal best wel lastig te horen. Natuurlijk, het is niet het allerslechtste, maar ook niet het allerbeste. En Fortnite had dus beloofd dat ze dit gingen fixen tijdens season 9. Niet in één keer, nee, in stapjes. Maar wat hebben we ervan gezien? Helemaal niks. Of beter kan ik zeggen, wat hebben we ervan gehoord? Want je hoort letterlijk nog steeds die stomme audio uit season 8. Dat is heel erg vervelend, want de audio, ik heb het gisteren weer opgemerkt, is gewoon echt aan een update toe. Maar ze doen die update maar niet. Dus ze hebben wat beloofd, maar ja, ze komen het niet na. Dat is aan de ene kant heel erg jammer natuurlijk. Misschien zijn er grote problemen met de audio. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik hoop in ieder geval dat ze dat gaan toevoegen bij de update van vandaag. Dat zou natuurlijk wel heel erg chill zijn. Ze hebben nog 1 à 2 kansen om dit te doen, want als het goed is komt er ook nog een 9.5 update. Niet helemaal zeker, maar ik hou jullie daar nog wel eventjes over up to date. Maar in ieder geval weinig kansen om het nog goed te maken. En eigenlijk hebben ze het al verpest, een klein beetje. Maar goed, de audio moeten ze sowieso gaan fixen. En anders in season 10, anders dan word ik echt mad. Goed jongens, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit mensen gaat over de
robot. Namelijk ook tijdens deze update gaat de robot natuurlijk weer gekke upgrades krijgen, etcetera. Maar eigenlijk zou de robot gisteren al een upgrade moeten hebben gehad. Maar die heeft hij niet gekregen. De laatste stage moet worden toegevoegd en dat is waarschijnlijk het hoofd. Op dit moment dat ik de video opneem is ja die file nog niet de-encrypt. Dus dat kunnen we nog niet inzien. Maar waarschijnlijk is die laatste stage het hoofd. En damn, dan is de robot af. Dan kan die bestuurd worden. Dan gaat die vechten tegen Kettus, oftewel het zeemonster. Gaat super bruut worden. Alleen, ja, apart dat ze dus niet ervoor hebben gekozen om de robot te laten upgraden. Want normaal gesproken was het om de 2 dagen. Maar nee, nu dus niet. Heel erg jammer. Misschien na de update wel. Dan zal dat waarschijnlijk in de map change video voorkomen van mij. Maar ja, dat is eventjes afwachten. Laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit, mensen, gaat erover dat er 21 juli, dus dat is eigenlijk over enkele dagen al, dan kunnen we een nieuw toernooi verwachten. Namelijk, er wordt een nieuw toernooi georganiseerd voor trio's. Een eendags toernooi. Dat is aan de ene kant wel heel erg tof om te zien. Dit gaat waarschijnlijk ook niet gelivestreamd worden door Fortnite, maar natuurlijk wel door alle grote streamers, zoals bijvoorbeeld een T-View, die ik sowieso ga checken. Dus dat is natuurlijk heel erg tof om te zien. Het was al enkele dagen geleden bekendgemaakt dat ze een eendagse toernooi gingen organiseren op 21 juli. Maar ik had het een beetje over het hoofd gezien. Maar goed, nu weten jullie dat. Gaat denk ik super dik worden. Laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit, mensen, gaat over de weekly challenges. Als je die namelijk nog moet doen, is aan de ene kant wel heel erg lastig, omdat het er heel erg veel zijn. Maar ik heb in de beschrijving een linkje staan. Als je daarop klikt, dan kom je bij een site uit waar echt heel erg georganiseerd alles staat qua weekchallenges. Ik snap niet waarom je dat eigenlijk zou willen, want eigenlijk krijg je niks door de weekchallenges, behalve dan misschien XP. Voor de rest krijg je volgens mij helemaal niks. Maar als je de challenges wel wil doen, je wil ze gewoon allemaal afronden, dat kan. Want ja, het helpt natuurlijk wel met je level wat je omhoog gaat. Klik dan eventjes op het linkje in de beschrijving en dan kun je alle stappen volgen om alle challenges te doen. Er zitten hele lastige tussen, de meeste zijn makkelijk. Het is gewoon een boel werk om alles af te ronden. Mensen, dit was alweer het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze update video. Vandaag kunnen jullie natuurlijk weer een update video verwachten van mij. Dion is op vakantie, dus ik zal de video's voornamelijk overnemen. Vandaag een update video, ook een map change video. En morgen gaan we gewoon weer lekker door met alle nieuwe nieuwtjes over de nieuwe update en weet ik voor wat allemaal. Er komen nog hele toffe video's aan. Mensen, druk nog eventjes op het duimpje omhoog. Zal heel erg gewaardeerd worden. Abonneer natuurlijk eventjes op ons kanaal om niks meer te missen over Fortnite. En als je zou willen, kun je natuurlijk ook ons supporten in de item shop met de support A creator code. Te veel gevraagd. Mensen, geniet nog eventjes van de gameplay hier in beeld. En tot de volgende video. Peace out.